toch weer een keer. Yeah. Ik heb een shoplog weer een keer. Yeah. Ik ga jullie even een stukje draaien. Als het me dat lukt in ieder geval. Camera's. Goed. Ik ben naar de stad geweest en ik heb wat dingetjes gekocht. Onder andere nieuwe producten van Essence. Yes. Daar heb ik zoveel zin in. En uiteraard het meeste natuurlijk voor Franny. Uiteraard. Ik heb niet heel veel gekocht ofzo. Maar ik denk misschien is het wel weer leuk. Even een shoplogje erom. Dus. Als eerste ben ik bij de HEMA geweest. En bij de HEMA zag ik deze majootjes voor Fran. 2 voor 7,50 euro. Toen dacht ik... Oh, want weet je wat het is? Vaak heb je dat ze dan alleen maar gekleurde majootjes hebben voor die kleintjes. En dan denk ik, ja, dan moet ze erbij lopen alsof ze een of andere clown is. Wat ze niet is. Dus ik ben eigenlijk altijd op zoek naar gewoon fatsoenlijke kleuren. En het liefst dan ook zwarte, want dat kun je gewoon met het meeste combineren. En nu zag ik ze toevallig bij de... Ja, bij de HEMA. Toen dacht ik van, oké, die neem ik gelijk mee. Ze hadden ook andere hele leuke met ijsbeertjes en zo. Dus misschien haal ik die nog op. Maar voor nu deze. Dat was van de HEMA. Ik heb echt letterlijk alleen dat bij de HEMA gekocht. Dan zijn we even langs de CNA gegaan. En daar zag ik dit veel te leuke shirt. Dit is gewoon veel te leuk. En deze was 6,90 euro. Ik vond dit echt gewoon veel te leuk. En toen zagen we... Waar is het hangertje? Het hangertje is naar beneden gevallen, jongens. Wat is dit? Waarom? Waarom gebeurt mij dit altijd? Oké. Okay. Dit vestje. Van Frozen. Uiteraard. En die hebben we ook voor gekocht. Wel een maatje groter, omdat het ook wel echt voor de winter is. Het is echt vliesvest. Dat is dit net zo. Fran, die heeft het heel, heel snel heel warm. Dus ik doe haar sowieso geen lange mouwtjes of dat soort wat dan ook aan. In dit soort omstandigheden, zeg maar. Vandaag toevallig wel, want ze is wat verkouden aan het worden. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar dit is echt een dik, dik vlies vestje. Dus dan is dit wel fijn om het een maatje groter te hebben voor de winter. Dat was Sena. Dan ben ik nog bij de H&M en bij de Kruidvat geweest. En ik weet niet wat ik nu ten eerste krijg. Ik krijg nu eerst Kruidvat. Dat zag ik. Pyjama's. Franny moest gewoon pyjama's hebben. En ik had zoiets van, oké, ze waren nu in de aanbieding voor 5 euro. Ja. Dus toen had ik zoiets van, oh, die neem ik mee. Want, weet je, 5 euro. Prima. Dan. Ik heb hier zoveel zin in. Oké, ik heb wel het bonnetje, maar uiteraard staat er alleen maar make-up. Meer staat er niet. Dus pin me er niet op vast wat de prijzen zijn. Misschien kan ik het persbericht die ik heb gekregen nog even terugvinden. Want ik ontvang wel elke keer het persbericht. Dus misschien kan ik die nog even terugvinden en dan kan ik je vertellen hoe en wat. Oké, ik heb gewoon random wat dingen meegenomen. Niet echt dat ik zoiets had van, oh, daar kan ik echt een look mee maken nu ik het zo zie. Zou dat wel kunnen? Dus dat is wel leuk. Misschien kan ik dat gewoon doen. Net zoals de eerste indruk video's van... of de eerste indruk video van de spullen uit Duitsland. Want ik kan hier best gewoon een look mee maken. Ik zag ten eerste deze voor mij nieuwe foundation. Camouflage 2-in-1. Deze. Ik heb hem in de kleur 20 Nude Beige meegenomen. 1 was iets aan de lichte kant. Dus vandaar. Ik ben heel benieuwd. 2-in-1 make-up en concealer, dat geloof ik nooit. Want highly pigmented. Oh, Jesus. Oké, hij is in ieder geval, hij heeft een hoge dekking. Laten we daarop houden. Ik ben hides all skin imperfections. Oké, dat gaat me te ver. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar, zeg nooit nooit. Misschien is hij wel fantastisch. Die dus. Dan zag ik op de valreep, want ik had al lang en breed geroepen, ik ben klaar, maar het was nog helemaal niet klaar. Get Picture Ready, Brightening Concealer Instant Flawless Finish en ik heb hem in een lichte kleur. Ik hou van lichte highlighter.
Ik zie dat hij nou echt gewoon tot hier vol zit. Dus dit hele stuk is gewoon niet vol. Dit is hoe hij eruit ziet. En hij heeft een kussentje. Oeh. Oh. Het is dus zo'n druk dingetje. En ik ben heel blij met de concealers van Essence. Vind ik echt heel goed. Volgens mij, als ik het goed heb gezien, hebben ze die ene die ik zo fijn vond dus niet meer. Dus het is tijd om te gaan huilen. Maar deze hadden ze wel. En nou weet ik, volgens mij hebben ze hiervan ook een foundation. Waarom heb ik die niet gezien? I don't know. In ieder geval. Dan heb ik van dezelfde lijn Camouflage 2-in-1. Of dezelfde lijn. Ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel, toch? De High Coverage Instant Matte Long Lasting Poeder. Maar het is poeder en foundation in één. Snap je wat ik bedoel? Ook weer in de kleur 20. Hoe heet dat? 20 beige. Ik heb hem even gecheckt in de winkel of er geen vingerafdrukken in zaten. Want dat gebeurt zo vaak. Grote spiegel trouwens. En dit is hoe de kleur eruit ziet. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem denk ik gewoon proberen als poeder. Kijken wat hij doet. Done. Dan. Dit vond ik echt heel erg leuk. Ze hadden een heleboel, volgens mij 3 of 4 kleuren. Van dit soort ja, paletjes. Ja, duo's zijn het. Contouring eyeshadow set. En ik heb hem in de kleur 01 Mauve Meets Marshmallows. Dus het is een hele lichte, richting rozige kleur. En een beetje een, ja, oud roze paarsige kleur. Dus wat doe je? Je doet deze over je gehele ooglid en deze doe je in je arcadeboog. Vet handig, want als je op reis gaat, dan hoef je enkel en alleen dit mee te nemen. Een kwast en je bent klaar voor je ogen, weet je wel? En ik ben heel erg van het natuurlijke op mijn ogen. Dus dan komt het wel goed uit. Ik denk dat deze ook heel erg handig is voor de meiden die naar school gaan. Want dat is gewoon een hele natuurlijke look wat je daarmee kunt krijgen. Ik weet dus niks van het pigment en dat soort dingen. Ik heb het allemaal niet uitgetest, want ik vond het wel leuk om uit te testen op video. Dus we zullen samen zien binnenkort wat hij doet. Dan heb ik deze, de Matte Touch Blush. En deze is voor mij in ieder geval ook nieuw. En dit is 20 Berry Me Up. En dat vond ik wel leuk. Een keer wat anders was. Het is een beetje een donkerroze kleur. Ik vond het wel leuk in plaats van echt felroze of fel peach. Gewoon een andere kleur. Ze hadden ook echt een hele donkere, een beetje bruinachtige kleur. Die leek me ook wel echt prachtig. Maar, I don't know. Dan kwam ik dit tegen. Eyebrow Gel. En deze hadden ze volgens mij in 2 kleuren, denk ik. En dit is 01 Brown. Ik ben hier heel benieuwd naar. Het is dus een gel. Ik gebruik meestal gewoon hun wenkbrauwpoeder. Maar gel lijkt me ook wel een keer leuk. I don't know. We zullen zien. Dan. Oh ja. Er is een nieuwe lijn uitgekomen met allemaal wenkbrauwproducten. Waaronder deze kwast. En ik vond het wel fijn om eens een keer een goede of een wenkbrauwkwastje te kopen. Want ik gebruik nu wel die van... shit, hoe heet die? Ik kom er even niet op. In ieder geval die gele. Ik krijg hem gewoon niet uit. Ik krijg hem gewoon niet open. In ieder geval. Er zit een spoelie bij. Zeg maar, een wenkbrauwborsteltje. En een gewoon borsteltje. Wel wat aan de dikke kant. Dat vind ik dan wel weer... In ieder geval. Top. We gaan kijken of het wat gaat doen. Laatste drie producten. Ik zag deze. De BB Beauty Balm Lip Gloss with Shea Butter. En ik denk, ik ga gewoon even voor een natuurlijke kleur. Keep it real. En het is gewoon een hele lichtelijke, oudrozige kleur. Ik denk, dat vind ik, weet je, dat past wel mooi bij alles. Dan zag ik Long Lasting Lip Gloss. En dit deed me, dit is simpel. Be an Icon. En dit deed me een beetje denken. Ik heb nog van Essence van de oudere collectie. En
Yes. En van die matte lipkleuren. En die zijn zo fijn. Dus ik hoop eigenlijk gewoon dat dit hetzelfde is. En ik wou eerst weer een lichte kleur. Maar toen dacht ik, ja, ik heb die ook al in licht. Laat ik nou eens een donker roze-rodige kleur meenemen. Vind ik ook wel leuk. En dan een nieuwe mascara. De False Lashes Mascara. Deze in Dramatic Volume. En je had Extreme. Ik denk, nou laat ik eens voor Dramatic gaan. En ik ben heel benieuwd. Ik heb echt geen flauw idee. Oh mijn god. Het heeft echt een heel apart borsteltje. Ik ben heel benieuwd. Ik gebruik nu van Essence die dikkere in die licht turquoise kleur. Die vind ik heel fijn. Dus ik ben heel benieuwd wat deze doet. Ik hoop echt dat hij goed is. Ik hoop het. De prijzen. De prijzen liggen... ik heb niks van boven de 4 euro. Dus ik heb hier 1,99, 2,39, 2,99... 2,89 zit er ondertussen. 3,89 is de foundation. Dat weet ik gewoon zeker. En de poeder is 3,59. Dat weet ik ook zeker. En verder, het ligt allemaal tussen de... Laten we zeggen, het ligt tussen de 2 en de 4 euro in. Dus zeer budgetproof. In ieder geval, eerste indruk video wil maken? Let me know. Dan ben ik als laatste alleen nog even bij de H&M geweest. Want ik praat weer echt veel te lang. En bij de H&M, ik zocht eigenlijk een driekwart spijkerbroek. Om die winnen natuurlijk. En toen stuitte ik op een driekwart legging. Gewoon een zwarte driekwart legging. Toen dacht ik van, oké, dat is ook wel fijn. Want ik heb wel eens dat ik dan... ik vind het niet zo heel fijn om jurkjes te dragen zonder legging. Maar als het wordt van de week, wordt het gewoon 30 graden. Dan ga ik niet in een spijkerbroek lopen. En ik heb ook niet altijd zin om in een korte broek te lopen. Dus dan is dit eigenlijk gewoon de perfecte uitkomst. Dat is het gewoon kort gezegd. Hij was een tientje. Maar dan heb je ook wel wat, weet je. En toen, ik was een beetje aan het kijken bij de sale. En toen dacht ik, oké, niet veel boeiends. En toen kwam ik dit shirt tegen. Heb je shirt? Wat is het? Gewoon een keer wat anders. Een beetje fleurig. Oh, ik dacht even dat het ananasjes waren. Maar dat zijn ze niet. In ieder geval, ik vond hem wel leuk. En hij was serieus maar 1 euro. En toen dacht ik van, oké, die neem ik mee. Dus ja, dus die heb ik ook meegenomen. Ik vind het wel leuk. Een keer wat anders dan het standaard. Ik hou het meest van dit soort dingen. Maar goed, dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je de video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Dat is altijd leuk. Vergeet niet te abonneren. En ik zie je heel graag weer terug bij de volgende video. Doeg!